Welkom bij het programma A Merry Sranang Christmas. Het is nu al zeker 2 jaar het geval dat we kerst niet meer kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Om lekker met grote groepen bij elkaar te zijn en echt uitbundig kerst te vieren. Dat kan dus helaas niet meer vanwege COVID. Maar wij hebben gemeend het dus ook anders te vieren dit jaar. Vandaag ben ik met Chikil Fasigem en wij zullen samen het programma Merry Sranang Christmas voor jullie presenteren. Maar alvorens we dat doen, welkom ik onze Santa Baby met wat warme chocolademelk. Thank you, Santa Baby. Thank you. Chikil. Cheers. Deze ga ik wel sowieso aan drinken. Was goed, hè? Ze weet cacao te maken. Ze weet echt cacao te maken. Yes. Chikil, we gaan gelijk beginnen met onze icebreaking questions. Noem iets over kerstmis dat de meeste mensen leuk vinden, maar waar jij een hekel aan hebt. Een kerstbrood. Omdat ik geen rozijnen eet. Ik eet geen krent. Ik hou echt niet van kerstbrood. Ja? Maar ik ben ook de enige thuis, hè? Dat. Ik hou echt niet van kerstbrood. Okay. Ik snap het niet. I love it though. Welke kerstfilm of special is je favoriet? Ik denk sowieso Home Alone, denk ik. Laat me even nadenken. Home Alone. Iedereen houdt van Home Alone. Ik denk dat er daarom ook zoveel delen zijn. Hè, omdat gewoon Home Alone like dat ding is. Maar echt met die eerste, John McCoy of hoe hij heet, die eerste. Ja. Is echt die OG en daarna... Maar die eerste denk ik, sowieso Home Alone. Yeah. En Santa Claus ook, ja. Waar die man Sinterklaas werkt, volgens mij. Mm-hmm. En Noordpool, die daar ook. Oké, okay, great. Dus je hebt best wel keus waarna je steeds weer kijkt. Wat is de raarste of lelijkste kerstversiering die je ooit hebt gezien? Boy, dat is sowieso in Nederland. Of België dan. Ik studeer een beetje in België. Mm-hmm. De man is op 4 kerst, dus... Het was gewoon raar. Die boom was om hen. Want oké, daar heb je soms ook echte bomen. Maar die boom zag er een beetje kaaltjes uit. En een beetje square. En die sfeer. Snap je toch? Ja. Dat is niet als Suriname. Yeah. We zijn echt gewoon geweldiger hier. Ja. Yeah. Dat denk ik, ja. Hoe was kerstmis toen je opgroeide? Oh, dus waren vroeger meer cadeautjes, hè? Want dan ben je gewoon om een klein, toch? Mm-hmm. Brengen alle familieleden. Nu denken ze dat je geen cadeau meer wil of zo. Want je bent groot. Ja, ook van met hen. Like, maar... En nu dat je groot bent, moet jij ook nog eens een keertje kopen. Hey, scary, jongens. Echt waar. Maar dat was, ik denk, dat gewoon alle familieleden gewoon meer cadeautjes brachten. Mm-hmm. Dat was leuker. Maar voor de rest, de sfeer is wel hetzelfde. We hebben die traditie. Gewoon nog steeds behouden. Ja, behouden dat er is eten. We brengen wel cadeautjes. Mm-hmm. En nu moet ik uiteraard ook kopen, maar het eten is er, heel veel eten. En we doen echt wel nog cadeautjes, maar het is gewoon minder. Maar doen jullie het nog steeds met de hele familie bij elkaar of is het nu een beetje minder geworden? Ja, we doen echt nog wel de hele familie bij elkaar. Ja. Dat is wel echt. Dus nu hebben natuurlijk mijn neven hebben hun eigen gezin, dus ze doen het nog even snel thuis. Ja, en daarna komen jullie bij elkaar. Ja. En soms brengen ze ook gewoon, skippen ze hun... Dat ze dus cadeautjes uitdelen thuis, brengen ze cadeautjes bij ons. Okay. Dat is wel leuk. Ja, inderdaad. Deel een levendige kerstherinnering, goed of slecht? Het zijn sowieso allemaal goed, laat me even kijken. En dan gaat het dan met sowieso toen er echt om, ik hou van eten, dus het gaat altijd op maar eten slaan. Maar dat is typisch Suriname, zo rond kerst, is er altijd verschrikkelijk veel eten. Oh, een beetje te veel van eten. Dus volgens mij, mijn moeder had carbonade gemaakt, mijn oma had agoupoot gemaakt en mijn zus lasagne. Ik denk dat dat het leukste was. Het was echt gezellig voor mij. En dan eet je de volgende dag. Gaat het is door. Mijn ontbijt rijst, warm rijst, lunch rijst, brek alles. Tot het einde van de dag rijst met alles wat er nog was. Wat er nog over is, ja. En dat is meestal zo, dat er eerste kerst wordt er echt extreem veel gekookt. Mm-hmm. En dat gaat door. Dat gaat door tweede. En mensen praten zelfs over een derde kerst, omdat er zoveel eten is. Mm-hmm. Dat ze dus 27 gewoon nog doorgaat daarmee. En wat ze niet weten, mijn ouders weten het wel. Ik bewaar een deel van het eten, dat ik je breng.
Voor zijn feestbeging heb je al eten weggezet. Bewaard, ja. Want we hebben wel een paar wolven in de familie. Dus maar dan ben jij de grootste wolf, neem ik aan. Want je begint al weg te zetten voordat het feest is begonnen. Ja, maar kijk. Ja, dat weten ze het niet. Uno vindt het toch, dus. Maakt niet uit. Ja. Wat is je favoriete of minst favoriete kerstlied? Favoriete? Sowieso. Wacht. Ik ben cliché, All I Want for Christmas. Die ene Surinaamse Christmas. Na Indisrana. Ja, die vind ik echt geweldig. Ja. Minst is Christmas is ook gewoon een goeie. En die van Vibes Cartel. Heeft een kerstliedje. Oh, ik heb het volgens mij ooit gehoord, ja. Casa man, don't kill Santa Claus. Para, inderdaad. Maar ik denk wel dat er een paar lelijke tussen zijn. Een paar van Jackson 5 vind ik ook gewoon leuk. Maar ik kan nu niet echt op een lelijke koe, ik het niet mooi vind, mijn erken. Ja, dus, ja, vandaar. Nee, maar die van Vibes die was wel gelijk. Welke gebeurtenis is je het meest bijgebleven sinds kerst 2020? Dus van gewoon, het geheel jaar? Ja, gewoon het geheel jaar, ja. Zo. Laat me even kijken. Laat me een beetje hier houden. Maakt niet uit als het hier is of in het buitenland. Maar wat is je gewoon het meest bijgebleven? Wat een moeilijke vraag. Je hebt gevochten, dus ik neem aan dat je toch wel het meest bijgebleven. Oh ja, dat kan ook. Maar ik vind dat een beetje te... Ik laat me echt even een beetje dieper nadenken. Wat is met het meest bijgebleven van 2020? Moeilijk, mm-hmm. Zo te zien. Oké, ik ga nu echt antwoord geven. 3, 2. Ik denk dan wel echt mijn eerste gevecht. En dus mijn eerste gevecht die ik heb gehad en gewonnen met David. Omdat ik had dus begin van het jaar, toen alles nog dicht was, had ik gewoon random... tijdens een interview gezegd, niet random, maar tijdens een interview in rond februari gezegd, mm-hmm, van voor de maand juli maak ik mijn debuut, mm-hmm, terwijl alles dicht was. Ja. En die man was echt lang, okay, je zegt iets, maar je moet het wel doen. Mm-hmm. En ik had nog niet eens, ik zei gewoon van, ja, het moet gebeuren. Of zo, ja. Dus ik had wel iets, maar je wordt beperkt door die omstandigheden. Mm-hmm. Dus ik kan zoveel willen, maar even de man tap al ruim. Moet ik zwemmen naar daar? Ja. En het is gewoon gelukt, dus dat was wel even... Ja, en dat had je memorable. Sowieso... Ik zag wel gewoon iets anders, hoor, want dat is een beetje voor de hand liggen. Maar misschien kom ik er nee, op. Maar dat is gewoon... Ik bedoel, het is gewoon voor de hand, weet je? Het blijft je sowieso bij. Ja. Vooral de manier hoe het aan toe is gegaan, dat je dus het hebt gezegd, zonder dat je wist dat de mogelijkheden er echt bestonden. En you did it. Dus ik kan me voorstellen dat je bij blijft. We gaan nu over naar Santa's lab. Dus jij mag nu naar de cent gaan en op zijn schoot zitten, want hij heeft ook wat vragen voor je. Oké. Okay. Oh, kijk daar, een grote jonge man. Deze heb ik lang niet gezien. Hoe gaat het met je? Uitstekend, Santa Claus. Hoe gaat het met je? Ik kan niet klagen. De Noordpool is een beetje warmer geworden, dus de temperatuur zat er lekker mee. Laat me alleen denken aan Suriname. Mm-hmm. Ik heb het gemist. Welkom. Zo, ik heb gehoord dat ik een jaar vol met overwinningen gehad dit jaar. 2 jaar. 2-0. Oh ja, mooi hè, mooi. Echt mooi. Yeah. Maar we zijn hier om een paar over wat kerstcadeautjes te praten. Zeg maar, wat is jouw favoriete kerstcadeau dat je ooit hebt gehad? Ik heb... Oh. Ik had op een kerst... Ik was WWE fan. En mijn ouders hadden een kleine replica belt voor me gebracht. Ik denk dat waarschijnlijk het beste cadeau was. Tot nu toe. Maar het is wel om een jaar terug, hoor. Maar dat... Oh, die kan ik me nog herinneren. Dat was een leuke kerst. Ik kan me echt wel herinneren. Ja, je was echt een WWE fan terug in de dag, hè? Ja, dat was... Dat was heel lief. Dus ze zeiden, do not try this at home, maar dat had ik niet gezien. Ik had het niet gezien. Dat moet je niet zeggen aan de jonge mensen thuis, hè? Dat moet je niet proberen. Facts, niet doen. Oké, van de beste naar de minst beste. Of slechtste, minst favoriet, wat je wil. Dat, een boek.
Nee, ik wil echt geen boek krijgen. Geen boek, maar een boek is juist zo leerrijk. Audioboek, ze mogen maar audio. Ik wil echt geen boek, mensen. Ik wil geen boek, alsjeblieft. I'm gonna re-gift it. Oh joh, man, je bent hier echt niet veranderd. Moet geen boek. Oké, kijk. Je bent een stoere jongen, hè? Je bent echt een stoere jongen, sterke jongen. Ja, was echt. De kerstman is ook stoer, ja. Yes, yes. Maar zeg maar, aan wie dit jaar? Wie is de stoerste persoon aan wie jij dit jaar een cadeau zal geven? Ja, mijn vader waarschijnlijk. Maar mijn moeder is ook gangster, hoor. Dus ik weet niet. Mijn vader, denk ik, ja. Je vader? Mijn moeder is wel... Boy. Hi. Heb je al een idee wat je hem zal geven? Makkelijk, want ze hebben beide een beetje van alles. Mm-hmm. Dus vroeger gaf ik ze dingen. Ik op papier en met chipte. schreef ik 5 keer auto wassen, dan moest hij turven. Dan kon hij me gewoon lijken maar de man, toch? Naar mijn kamer, ik kon, yo, ik ga nu, was mijn auto, dat turven. Dus ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik hem ga geven. Maar het zal misschien een parfum of zo. En mm-hmm. misschien ga ik het even terugbrengen, een turfding. Goed, met minder idee. Werk. Je kan altijd weer auto wassen. So. Snap je? Altijd, iedereen wil een lekkere, schone auto. Ja. Ik denk dat het wordt, misschien. Oké, zeg maar. Wat is een cadeau dat je heel graag wou toen je jonger was, maar dat je nooit hebt gekregen? Misschien een van die keren een PlayStation of zo. Of, mm-hmm. of een... Ja, maar eigenlijk was ik altijd tevreden. Volgens mij wel. Maar misschien een keer wilde ik een PlayStation, heb ik het toen niet gehad. Of iets, een telefoon, wasabi. Maar ik had die dingen wel heel laat gekregen, hoor. Mm-hmm. Vroeger speelde ik meer buiten dan game. Misschien zoiets, maar niet dat ik me echt kan. Ja, zulke cadeaus zijn een beetje moeilijk voor de kerst. Begrijp je? Het zijn meer Japanse cadeautjes, dat laat ik voor Japanse kerst, maar niet voor... ik ben een beetje verwesterd, zie je. Op die manier. Ja, nu snap ik het. Maar... Ik heb wel een cadeautje voor je. Ja? Iets speciaals. Het is geen PlayStation natuurlijk, want ik ben geen Japanse kerstman, maar... Wacht even, mijn zak is er niet. Je hoeft je geen zorgen te maken. Deze is diep. Kijk daar. Een kerstman van jouw kerstman. Hé, zo tof. En het gaat aan. Yes, het gaat aan. Geweldig. Kijk, maar ik heb begrepen dat je relies heel snel nodig heeft. Dus neem dit. Ja? Ga naar haar toe. En wees er. En zei dus, Sint, zeg, hallo. Ga snel. Santa, thank you very much. Ja! Gelukkig in het volgende gevecht. Yes, thank you wel. Nou, Shaquille, welcome back. Je was bij de kerstman op school. En hoe was dat? Ja, ik heb een cadeautje gehad. Het was echt leuk. Black Santa. Ja. En je cadeautje gaat dus aan. Ja. Ik denk dat het een kerstornament is, hè? Dat je dus in de kerstboom kan, in de kerstboom kan hangen. Ja, dat is zo. Gewoon met mij spelen, heel de tijd. Nee, het was echt leuk. Ja? Oké, mooi. Met Santa. Ja. Oké, dan gaan we weer door met de vragen. Yes. Als je dit jaar maar één soort Christmas goodie mocht hebben, wat zou je dan kiezen? Ik hou niet echt zo heel veel van desserts, maar mijn zus maakt een lekkere brownie en dan met vanille ijscream gewoon erbij, zo flup. Maar ik ben dan ook echt bezig met mijn desserts. Mm-hmm. Dus gewoon brownie en ijscream, denk ik. Dat gewoon werkt. En speciaal van je zus? Ja, van mijn zus. Dus kan je er zeggen dat ze het voor je moet maken? Kijk maar in de camera daar. En mijn zus heeft wel lees, want ze gaat al lasagne maken. Ze gaat al... En dat ding is, ik wil echt specifieke lasagne, want andere mensen willen het met kip gehakt. En ze moet ook nog pasta maken, dus we gaan brownie op de lijst zetten, schatje. Nou, het wordt druk voor haar in de keuken. Mm-hmm. Voor welk ding ben je het meest dankbaar tijdens deze feestdagen? Familie, echt waar. Familie. Mensen hebben geen idee, ook voor die studenten die nu in Nederland zijn of in het buitenland. Mm-hmm. Oké, misschien zijn ze blij dat ze weg zijn, maar het is voor mij echt wel familie. Ik zou, ook wanneer ik daar ben, video callen, het is the most important thing to me om bij mijn familie te zijn.
Mijn moeder, mijn vader, mijn zus, mijn zusje, mijn oma, mijn nichtjes, iedereen eromheen, mijn tantes. That's the most important thing. Yeah. En ik zou, ook al is er meest brede feest, ook al kan Eminem naar Suriname, ik skip die man. Ik hou van Eminem. Ik skip die man voor mijn familie, echt waar. Dat is echt most important. Oké, mooi. Mooi. Dus je bent de favoriet van Eminem? Ja. Dus een kerstconcert met Eminem zou wel breed zijn. Alleen moet het niet op kerst zijn, want dan is het je familie steeds. Ja, maar Abou Bakar wel breed zijn. Als je met kerstmis overal naartoe zou kunnen reizen, waar zou je dan gaan? Ik wil naar New York op kerst. Ja. Gewoon, ik denk dat de meeste Surinamers naar New York willen. New York met kerst, ja. En waarom zou jij per se daar naartoe willen gaan? What is the reason? Ze hebben daar dus die ball drop, Times Square en gewoon hoe het eruit ziet. Volgens mij is Home Alone daar gefilmd, ik weet niet zeker. Ja. En Manhattan. Ja, gewoon, ik wil het gewoon ervaren, één keertje. En het ziet er echt gewoon wonderbaarlijk uit, hè? Ja, heel inderdaad. Mooi. Dus vandaar, ik zou, maar voor de rest nergens anders. Okay. Gewoon even New York en voor de rest wil ik het gewoon in Suriname. In Suriname, ja, want anders heb je dat eten en de familie niet. Ja, dat neem ik mijn familie mee. Dat Mick, moet die carrière goed gaan. Worden we een beetje rijk. Dan gaan we heel familie mee. Ja, dat is een goeie. Wat is je minst favoriete item op je kerst-to-do-list? Voorbereiden, daarna opruimen. Dat. Want ik ben in charge. Oh, ik heb twee zusters die prinsessen zijn. Je zou denken, ik ben die prins. Ik ben hun slaaf. Ze zijn twee prinsessen. Ik geloof dat niet. Want je hebt net gezegd dat die ene, of dat daarom, één van ze, like, een list heeft met dingen die ze allemaal moet klaarmaken. Dus ik neem aan dat je ook wel moet helpen. Dus, nee, kijk. Ik ben in charge of het erf schoonmaken, heel mijn leven al. Rennen om dingen te kopen. Alles. Nee, is niet waar. Oké, ze doen wel dingen. Maar ik doe wel een heleboel voor die prinsessen thuis. En dus het voorbereiden is misschien minst leuke. Mm-hmm. En daarna opruimen achteraf. Ja. Maar, chintori. Kijk, weet je, ik ben juist de persoon die echt van feesten houdt. Of feestjes organiseren. Ik ben niet echt een feestbeest, maar ik hou wel van om feestjes te organiseren. Om mensen like happy te zien. Dus voorbereidingen vind ik altijd ook super gezellig. Omdat ik weet van, hey, wat het eindresultaat gaat zijn. Dus ik leef er naartoe. Maar inderdaad hou ik ook niet van opruimen. Mm-hmm. Ik doe het wel omdat het moet. Mm-hmm. Maar daar ben ik niet meer zo'n fan van. Nee. Ja, dat is dat, hè? Nee. Liever regenweer of zonnig weer voor kerst? Zonnig weer. Ik hou wel van de regen, hè. Maar zonnig weer. Want de rest houdt niet van de regen. Ja. En dan zijn ze niet dat er iets gebeurt, want we zijn gewoon binnen. Maar zonnig weer. Prima. Ja, okay. Kunnen we gewoon buiten chillen ook. Mm-hmm. Ik hou van regenweer. Ja. Ja. Tijdens kerst. Maar dan moet ik wel binnen zijn. Het is niet dat ik bijvoorbeeld op visite bij iemand moet gaan. Dus dan moet je door de regen gaan en al dat soort van dingen. Ja, dat is wel. Ja. Dat is wel minder. Dat wil ik dan het liefst wel zonnig weer hebben. Maar I love the rainy weather. Noem drie woorden die kerst voor jou het beste omschrijven. Oké, dus ik ga eten skippen. Cadeautjes. Ik ben echt nog steeds op cadeautjes. Alright. Ik ben hard op die cadeautjes. Ik ben hard erop. Cadeautjes. Family. Misschien moet ik die ook ingeskippen. En liedjes. Samen zijn. Als familie. Maar ja, oké. Ja, we doen dat. We doen dat. Ja. Die drie. Dat is kerst voor jou. Oké, geweldig. En wat is dan de ware betekenis van kerstmis? Voor jou. We herdenken sowieso de geboorte van Christus. Mm-hmm. Maar voor mij betekent het nu gewoon echt, en dan kijk ik echt wel terug op familie. Het is, ook al waar je bent, dat je toch, want ik was vaker weg, dat je toch een beetje met je hart basically samenkomt op een locatie. Dus als je echt zo je hart via wifi zou kunnen sturen ergens. Je wifi en mango en dat betekent het voor mij persoonlijk. So Christmas is all about family for you. Ja. Helemaal. Yes. Oké. Okay. Nou, we hebben de vraag gehad, maar we zijn nog niet klaar. We hebben iets leuks voor je. Zo.
We hebben namelijk 12 Days of Christmas calendar. Jij mag nu een nummer uitkiezen. Lucky number 11. Waarom is het nummer 11? Ik ben van de 11e maand, daarom maar. Oké, dus. Dat het er random. Iets special met nummer 11 was, mm-hmm. Maar oké, is gewoon je geboortemaand. Mm-hmm. Oké, we gaan nu even nummer openmaken en kijken wat jouw opdracht is. Nou, staat er. Opdracht dat jij voor mij moet uitvoeren, is dat we je gaan blinddoeken. Je krijgt dan 3 snacks voor je. En jij moet proeven en ons aangeven wat welke snack is. Lang test. Ik ben ready. Ja, en je houdt van eten, dus het is helemaal in jouw straatje. Ik ben echt ready. Ik zie gewoon een eiertje. Je wil echt duiken en die dingen op zitten eten. Ik ben echt ready. Kom maar. Alright. Nee, nog niet. Yes. Zo. Ik ga je dan de snacks nu 1 voor 1 geven. Alright. Ja, ze zien er wel lekker uit hoor. Ik zelfs wil er... zenuwachtig. Ik wil er bijna zelfs in happen. Als je hand open maakt. Alsjeblieft, eerste snack. Oh, het is warm. Het is warm, ja. Oké, nu heb ik eerst brood, maar even. Wow. Is het pizza? Nee. Oh, wacht. Het is wel lekker, hoor. Ga even eten. Vlees. Dat heb je correct. Maar, dat is sliertjes vlees. Oké. Pastei. Ja, dat heb je goed gedaan. Is een pasteitje, ja. Mm-hmm. Dat heb je goed gedaan. Oké. Je bent een echte eter. Oké. Okay. Dat was snack 1. Als je me deze teruggeeft, je mag hem straks wel afmaken hoor. Oké. Ga ik zeker doen. Dan gaan we naar het volgende. En. Wacht, ik ga hem even. Want straks heb je hem met alle papier eraan. Oké, nu mag je hem nemen. Dat is zoet. Dat is sowieso een bal of zo. Wacht daar. Oh, cinnamon roll. Kan het? Nee. In de buurt. Oké, wacht. Hoe die bal? Struisbal. Iets met pudding erin. Ik ben echt een dessert eater, dus ik weet misschien niet hoe het heet. Maar... ik proef pudding. En chocola, hè? Hey, of wat? Wacht maar. Boy. Een bal met pudding erin en chocola, hè? Je hebt wel hele goede taste buds, hè? Want het heeft inderdaad chocola. Het heeft inderdaad pudding. Het is ook een bal. Het is een choco puddingbal. Oh, ja. Zo is goed. You know your food. You know your food. Om mijn trots niet op mijn ja, moet je zeker zijn. Oké, dan zijn we nu bij het allerlaatste gerecht. Of ja, eigenlijk het laatste snack. Alsjeblieft. Ik ben klaar op pudding. Ja. Klaar in. Take your time. Ik ga wel even kijken wat dit is.
Waar begint het? Oh ja. Vleesbrood. Ja man. You got it. Je bent zeker een echte vleesbroodeter, ne? Ik eet alles. Dat maakt echt niet uit. Ik ben een echte alleseter. Oké, okay, je mag weer naar het bord zetten en dan mag je hem straks afmaken. Je mag je blinddoek, je blinddoek weghalen. Oké. Okay. Je mag je blinddoek weghalen. Misschien wil je die, misschien wil je ze allemaal weer even goed bekijken. Ja, dit was inderdaad een vleesbrood. Alleen met deze zin. Ja, die was schattig. Die is schattig, ne? Ah. En je pasteitje, die was een driehoek pastei. Niet die normale. Die vorm, ja. Geen normale vorm, zeg maar. En, hoe heb je het ervaren? Ik ben trots op mezelf. Het was leuk. En ik heb jullie mijn eten gegeven, dus ik ben al blij. En gelukkig. Ik lach meer. Dus er is een show. Wacht, wat is het ding aan? Hell's, nee, geen Hell's Kitchen. Maar Gordon Ramsay heeft een show, mm-hmm. Masterchef. Mm-hmm. Waar hij die chefs laat, dan moeten ze proeven, blind taste en koken. En dit is dus de eerste keer dat ik het doe en ik ben echt trots. En ik ben gelukkig, want jullie hebben me eten gegeven. Ja, ik kan me voorstellen, want je hebt het al gezegd, je houdt vreselijk van eten. Mm-hmm. Dus een betere challenge kon je niet hebben uitgekozen. Dus het is echt lucky number 11. Geweldig. Ja, toch? Yes, geweldig. Nou, ik heb nog een laatste vraag naar jou. Is er misschien een kerstboodschap of wens dat je aan een specifieke persoon zou willen geven? Of misschien je familie of de gemeenschap? Dan mag je dat nu doen in die camera. Ik denk sowieso de gemeenschap, mijn familie en mijn vrienden die horen het van me rechtstreeks. Laten we lief zijn voor elkaar. Het is the end of the year. We hebben heel veel meegemaakt. Er komen betere dagen. Heb je naast de lief, love each other. En ik had niets meer. Yes, Merry Christmas and a Happy New Year. Ja. Yeah. Thank you. Yeah. Dat was het voor deze aflevering van A Merry Sranan Christmas. Ik was vandaag hier met Shaquille. En jullie hebben Shaquille natuurlijk van de andere zijde leren kennen. Mijn naam is Sherelle Meijer en ik zou zeggen tot de volgende keer. Bye. This is another Supreme production. Supreme TV.